Welkom, welkom, vrienden uit het hele land. Kom en zie met eigen ogen. Het is beter om jezelf te zien in plaats van naar een verslag te luisteren. Kom kijken op deze plechtige dag, op deze derde dag van de maand juni 2022, hoe gedachten van elders belichaamd worden in lokale materialen. Hoe de Lukasa van de Baluba van de Democratische Republiek Congo, gemaakt van parels en stukjes metaal, een fier monument wordt in een nieuwe omgeving, drager van universele waarde. De Lukasa of lange hand, geheugensteuntje, eigen aan het geheime genootschap Mboudje, is vandaag in de openbaarheid verschenen, geplaatst op een sokkel in de vorm van een Katanga-kruis. Het nam zijn plaats in deze zilveren agora aan de rand van de Schelde open deur naar de wereld. Van waar de Belgen ooit Congo bereikten, waar de eerste Congolezen ontscheepten. In het tentoongestelde werk is alles, afleiding van materiële inhoudsfuncties, herformulering en hertextualisering, herschepping en stilering, met als doel een hedendaags Lukasa als archief van hedendaagse levenslopen te creëren, om er een sterk feestelijk woord van te maken ter viering van het leven van mensen van onze tijd. De kristallen in drie dimensies volgen het maritieme traject tussen Antwerpen en Boma. Het versterkte Katanga-kruis wordt voetstuk dat de Lukasa draagt en aan de wereld laat zien. Kristallen in teksten en teksten vervangen parels, materialen afkomstig van lokale sites. De geheugenfunctie van de Lukasa wordt verrijkt door het creëren van een website. Toekomstig dynamisch archief van levenslopen, van mensen van elders als ook van mensen van hier. Van herinneringen gedeeld door gemeenschappen ten behoeve van een beter samenleven. Schouw het immense symbool aan, daar geplaatst om de herinnering te belichten van dichters en historici die de geschiedenis, de levenslopen en de heldendichten verhalen van mensen met een buitengewone lotsbestemming uit ons continent en van elders die sinds het begin van de mensheid over ons planeet verspreid zijn. Kom en bewonder in de Belgische openbare ruimte deze merkwaardige verenigende figuur, een werk over ontmoeting, over herinnering, drager van ideeën over emancipatie en broederschap. Belangrijk voor de Congolese diaspora in Antwerpen, als ook voor de Antwerpse bevolking. Vertrouwend op verlichte wetenschappers, roep ik jullie op, o voorouders van het geslacht Homo, verschenen op het Afrikaanse continent, in het bijzonder Homo habilis en Homo erectus, voorlopers van Homo sapiens. Ongetwijfeld gedreven door de zoektocht naar voedsel en de zo menselijke nieuwsgierigheid. 2 miljoen jaar geleden naar schijnt, begonnen jullie te migreren naar andere horizonten. Jullie zijn de eerste die vrij vertrokken, zodra jullie rechtop konden staan. Het verwerven van de staande houding, het beschikbaar maken van je handen, stelden jullie in staat om gereedschappen en gebruiksvoorwerpen te maken. Dit is de beweging waardoor jullie de planeet hebben bevolkt. Terwijl jullie veranderingen ondergingen, naargelang het klimaat en veelvuldige uitdagingen, terwijl jullie het diversifieren van haar, ogen en huidkleur ondergingen, terwijl jullie filosofie, talen, rituelen en literatuur tot stand brachten. Later werden anderen gedwongen in ballingschap te gaan naar verre landen, met name in Amerika en de eilanden, die net gekoloniseerd waren,
om uitgebuit te worden als getekende, als belemmerde slaven, als koopwaar die men koopt en verkoopt, gewoon als werkinstrumenten, als lastdieren ten koste van ongekend geweld. Vandaar confronteren onze jongeren koppig de onverzadigbare Middellandse Zee en andere geduchte obstakels om aan armoede te ontsnappen, sinds eeuwen bij hen gecreëerd, om te gaan proeven van thuis verboden vruchten. Nochtans verbergen deze Eldorado's angstjagende ziektes, zoals eenzaamheid, psychische ellende en een bodemloos leed. Om nog maar te zwijgen van minachting en haat ten opzichte van de zogenaamde indringers. De hele planeet wordt eigenlijk bevolkt door migranten van Afrikaanse afkomst. Ze wordt enkel bevolkt door Afrikanen uit de diaspora. Ze wordt enkel bevolkt door dezelfde mensen met andere verschijningsvormen. Ik groet en dank jullie, welwillende voorlopers, vanaf onze zonnige en vruchtbare gronden, waar smakelijke vruchten en edelstenen in overvloed groeien, waar jonge mensen met volle spieren, met glanzende schouders en inspirerende ouderlingen, vol ervaring en wijsheid, en veelbelovende kinderen en dragers van betekenis rondlopen. Ik groet en dank jullie, welwillende voorouders, jullie die altijd aan onze zijde staan in onze omzwervingen, vanuit onze gezegende landen naar deze koele en ruwe landen. Die echter wisten hoe hun ontberingen in springplanken te transformeren als een opstap naar een welvaart, benedenswaardig, toch vals. Maar wat de redenen en de omstandigheden van onze ballingschap ook zijn, wij kwamen met erfenissen om de mensheid te regenereren. L'année 1978 fut marquée par une série d'événements dans le monde. Faute de temps, nous évoquons essentiellement ceux qui se déroulèrent en Afrique. Prix Nobel de la paix à l'Égyptien Anwar El Sadat et à l'Israélien Menahem Begin, élection législative pluraliste au Sénégal et cinquième mandat de Léopold Sédar Senghor, invention de l'écriture Mandombe par Wabela Diopaï, inspiré par Simon Kimbangu. Seconde attaque des ex-gendarmes katangais qui revendiquent la souveraineté et la sécession de la province minière. Ce n'est pas la première fois que surgit un tel relent identitaire et sécessionniste, entretenu par l'ancien occupant qui avait pris soin de diviser pour régner, en exacerbant dans la colonie la conscience de la tribu et de l'ethnie. En 1960, comme en 1978, il ne voulait pas quitter, il ne voulait pas lâcher sa riche propriété. Ainsi donc, des rebelles du Fonds national de la libération du Congo, venus d'Angola, assiègent Kolwezi. Cependant, interviennent l'armée française suivie de l'armée belge pour sauver le régime menacé de Mobutu, leur rempart contre le communisme. Au Kenya, disparition de Jomo Kenyatta, Daniel Arap Moi lui succède. En Afrique du Sud, John Vorster est élu à la présidence. L'ONU demande à l'Afrique du Sud de rendre son indépendance à la Namibie. Début de la guerre entre l'Ouganda et la Tanzanie. Disparition des papes Paul VI et Jean-Paul Ier. Disparition du chanteur Claude François et du chanteur Jacques Brel. De l'anthropologue Margaret Mead et du peintre Giorgio de Chirico. Des personnalités politiques, Gadamer et Houari Boumediene. Naissance de l'acteur Omar Sy et du footballeur Didier Drogba. Je m'arrête là. L'histoire est une alternance perpétuelle de naissance et de décès, de soulèvement et d'apaisement, de construction et de destruction, d'heures et de malheurs.
Et il n'empêche que parmi les faits les plus saillants de l'année 1978, il faut relever par-dessus tout la venue au monde à Lubumbashi, la capitale du Shaba, ce qui veut dire cuivre, le 29 décembre, qui était le dernier vendredi de l'année. À 17h45 précise, juste avant que la nuit ne tombe, inaugurant le règne de la femme, la venue au monde donc d'un enfant spécial aux nombreuses promesses, un enfant au potentiel merveilleux, un enfant de la trempe des Mwindo Kabuto Kenda, des Mikombo fils de Kaleo, des Sundiata Keita et des Ndinde qui portaient dans une main un ciseau et dans l'autre un marteau. Ses parents provenaient de la région septentrionale du domaine Luba. Ils lui donnèrent le nom de Kabambi Baloji. J'ai hâte de lui donner la parole qui nous dise qui il est, qui décline son identité. Et je vais l'aider un peu dans sa langue. Diagne Ndikabambi Baloji, excusez-moi, quelquefois mes yeux me lâchent, alors je dois courir après. Ah, oh, ici. Maar op mijn leeftijd heb ik al zoveel gezien, dan is het niet zo erg als het. Ja. Dank u. Alors. Pardon, je vois quand même mieux avec. Dank u. C'est toujours terrible, un aveugle qui cherche ses lunettes. Diagne ndikabambi baloji, nendi munange dina diagne di, vuluka ise, kuitabadina, nkufita kutele dina. Nkwanga takaba, fabuloba, nkwanga takaba, munda mwadiku. Nkutenda nekutumbika, ababa vwabatu dianjile, ababa petele lungenye, lwa kutufikisha panuapa. Kuitabadina, nkuvuluka se. Tudi musomono wa ndekelu, wa makole ne menjimela, majinga ne matekemena, bisamba kaje ne bilama, munda mwa bantu milongo longo. Kumpala kwa tuetu kule dibwa. Kuitabadina, nkutu munu kadifuka, nkwela tuwa sakidila, bwa dia kalenga la ditu dinadi, dia kubwela mubu kwa bantu. Kutela dina diebe, dikufesha kudimunga muntu, nkujadikane, muntu eu, umwene bimpe ne kwena chilengu lengu nkujadikane bushwa udi mwikile munkati mwa bukwa bantu dina dianyi menemene ndikabambi baloji ediki dianyi dibedi dianyi diamunda dina didibankambwa banyi ba baluba bumvwa longo ludi lufikisha kuchindi menemene jila udi bukole bwa moyo bufitila kumbukila kuntu alijilu wa bukwa hapanu. Jila wa bukole bwa moyo budibwenda butanta mundela nganyi nendela nganyi. Mwikale mwana wandekelu mudiku di abana baba lumepasatu ne baba kajibasatu. Mudiku di ditabalela buwetu ne dinanga mubianzedi. Ndikabambi baloji wa baloji mwambi wa bakwa mulumba bedibasomba mubulababu wangandangika mpolo vensa walo mami. Ndikabidi mwana wa nona yabu kabunda Charlotte. Mutambi bulengele mubena kalambayi. Kalambayi mukwa mukenyi walu bombo. Wabadila mpasu ni masala bitondolo ekutola. Simwenu yetu idi ilonda walu butumbe. Wa chilembi mwana dina ne mbidi kiluwe. Na shailonga mbidi mufike wengele la makaya. Ufu mine kudidiba dipatukila wenda ulonda nyama. E kufika mubuka lenge buwankongole mukunze mwena buenzavi. Yeye e kusela bana babo ne nkongolo babidi. Umuwa kudibo e kulela kalala ilonga ukachimunyibwe. Kalala ilonga e kuchimuna nkongolo. E kubangisha boka lenge buatijila kubaluba balolu. Kalele ka baluba kadiku mvuija buatinyi chutupacha bantu chimwangele chitangile kumutu.
ebibyonso byenzekele kumpala kwa difika dia mutoke uvuyile wenda uke babu banji bankambwa banyi bakavwa bibidile ne dimwangala mwangala mutoke mumunyanganyi ekuvwa kwa ngataka bidi chitufa chinene cha bantu ekuba alwija kumanda bwa kubenzeje midimu ya kubukole eku ulwisha mwa kushifa kabukulu kabo ne dishilimo kadiabo ndi molela munda mwa Afrika mudi bimanyishi lubi kale nsapia kudimanya mudi dimanya difunda monsumino mutusumo ne mumakumbu difunda kabili pa bifulu pa makombo pa nkasa ne bishima bikwabo bya bunfumu kudi bukalenge bwabanya munkachi mwa bantu bakaji ne bantu balume kudi lukasa lwa mpala lwa muntu mukaji luvolui jandela nganyi yonso se ba mamu badi batumba bufuku batatu badi batumba mumunya kudi bo muntu bwikale lukendu ludi muntu yonso wifachila twetu bantu tudi tufuma kudi mulofoma wejanangila mpanga bintu nansha shaka panga nansha unkulu unkulu mwena mena kai kubala nkambwa wabankambwa. Ik ben niet ter wereld gekomen om slechts te consumeren. Ik kwam met een beitel, krachtig symbool, om in de materie in te schrijven het fantastische verhaal van de helden van onze tijd, om de ontmoeting te symboliseren tussen de volkeren van het noorden en het zuiden. In het bijzonder het Congolese volk en het Belgische volk. Het antropomorfe Lukasa, dat is de mens in zijn totaliteit, bestaande uit vrouwen, uit mannen en alle variëteiten van mensen. Dit symbool, dat terecht op een gigantische kruis geplaatst wordt, aan de oevers van de Schelde, in de beroemde stad Antwerpen, benadrukt de wens om samen een vreugdevolle mensheid op te bouwen. Evenals de komst van een nieuw tijdperk, een tijdperk van verzoening en veerkracht, van samenwerking en broederschap. Het richt onze blik op het heden en de toekomst. De actoren van vandaag zijn inderdaad niet dezelfde als die van gisteren. Als archief van de herinnering aan het Heilige Koninkrijk wordt de Lukasa nu gedemocratiseerd. Het wordt een archief van het populair geheugen, uitgaande van de gesuggereerde betekenis. Door zijn linguistische structuur, waarin het prefix lou een vergrotende waarde heeft. Het brengt ons terug naar de betekenis van grote hand. En bij uitbreiding, uitgestoken hand. Uitgestoken naar de andere. Degene die fundamenteel lid is van dezelfde menselijkheid. Degene die mij in de wereld brengt, die mij verheft, de getuige van mijn leven door wie ik besta. Degene die mij een naam geeft, de spiegel die mij aan mezelf openbaart. Degene die mij begraaft wanneer ik het toneel verlaat. Degene die om mij houdt wanneer ik er niet langer ben. De hedendaagse Lukasa, als een uitgestoken hand, leert me dat zijn meezijn betekent. De Lukasa is de uitgestoken hand naar de andere, die fundamenteel anders is dan ik. Degene die van elders komt, de immigrant, de autochtoon, de onbekende, de voorbijganger. Het maakt ons paraat voor allerlei uitdagingen. Sociale en politieke verschillen, culturele en filosofische verschillen, vooroordelen en stereotypen, vertragende krachten en weerstanden. Als complex symbool leert de lange hand ons het volgende. Zuiver orale samenlevingen, die bestaan niet. De mensen van de savanne gebruikten inderdaad verschillende middelen om de kennis die nuttig was voor hen op materiële dragers te bewaren. Aan God het structurele werk
aan de mens de finish, zegt het spreekwoord. Met andere woorden, God schetst de wereld en de mens voltooit haar. Dit is de reden waarom Mbidikilue, de jager uit het oosten, die verfijnde manieren heeft, die bewerkte objecten bezit, het te volgen model vertegenwoordigt en de ideale toekomst belichaamt. Dit is de uitnodiging aan de mens om aan de schepping van de wereld bij te dragen. Ook staat Sami zich toe als artiest afkomstig van Chakapanga, degene die voortdurend schept om de wereld op een nieuwe manier te herscheppen. Dit is een gelegenheid om hulde te brengen aan Paul Panda Farnana Fumu, de eerste Congolees die in het hoger onderwijs afstudeerde. Deze man met een fascinerend lot is het Congolese kind met onweerstaanbare charme, zoon van de beroemde Bawoyo, die het westelijk deel van het Congo-gebied bewonen. De meesters in de vervaardiging van spreekwoordendeksels, die weten hoe de dialoog tussen vrouw en man te openen, om de harmonie te waarborgen. Met andere woorden, vroege meesters in het graveren van het woord in de materie, om het uit erosie door tijd te extraheren, om het uit de vergetelheid te halen, om het intact door te geven aan het nageslacht. De jonge Panda Farnana charmeerde de Derscheid, een burgerlijke familie uit het Brusselse. Hij was pas 7 jaar oud toen hij zijn familie en metgezellen en zijn land verliet. Toen hij op het einde van de 19e eeuw naar het land van de Blanken vertrok, dat is wel een punt, hij had de leeftijd van Sundiata Keita, toen deze rechtop kon staan en lopen. Hij werd door Louise Derscheid geadopteerd in het nogal koude en donkere België, dat hem echter de mogelijkheid aanbood om te studeren en zijn genie te ontplooien. In werkelijkheid maakte hij deel uit van een paternalistisch project. De kolonisator was van plan een groep Afrikaanse kinderen te gebruiken na hen de passende training te hebben gegeven om zijn beschavingsmissie te volbrengen. Wanneer de grote oorlog uitbreekt, komt de menselijke barbarij aan het licht. Panda sluit zich aan bij het Congolese vrijwilligerskorps met 3 andere landgenoten. In 1919 neemt hij deel aan het eerste Pan-Afrikaanse congres in Parijs, samen met Webb Du Bois, de oprichter van de National Association for the Promotion of People of Color. In 1921 draagt hij bij aan de organisatie in Brussel van het tweede Pan-Afrikaanse congres. Zijn blanke opvoeders hadden geloofd dat ze erin geslaagd waren om van hem een onderdanige man te maken. Helaas heeft de naïeve kolonisator deze afstammeling van de trotse Bawoyo nooit kunnen temmen. Panda Farnana Mfumo werd eerder een toegewijde nationalistische Pan-Afrikaanse intellectueel. Hij die zich koppig inzet voor de verdediging van zijn waardigheid en die van zijn medemensen. Hij die in opstand komt tegen de minorisering van Afrikanen. De avant-gardistische geest, oprichter van de Congolese Unie in Brussel. De koppige verzetstrijder die zich inzet voor de opvoeding van zwarten. De gepassioneerde en onbaatzuchtige woordvoerder voor de veteranen van de Grote Oorlog. De boze man die het koloniaal onderwijsbeleid hekelt. De moedige man die pesterijen, plunderingen en onrecht aan de kaak stelt. De criticus van de koloniale apartheid in vuur en vlam voor diverse goede doelen. De woordvoerder van het leidende Afrika, die dwangarbeid hekelt, trotse
een waardige man die tegen het vernederende gebruik van de chicotte rebelleert. Onverschrokken strijder die alle vormen van geweld en racisme bestrijdt. Metgezel van Marx Garvey, die pleit voor de terugkeer van zwarten uit de diaspora naar Afrika. Onverslaanbare bliksem die een bres in het koloniale systeem opent. Vooruitziende Pan-Afrikanist die de kracht van een verenigd Afrika begrijpt. Dit is een van de verhalen die door de lange hand verteld wordt. Dit werk is een springplank dat ons in staat stelt om onze grieven te overstijgen. Dit is de pijler van onze gemeenschappelijke geschiedenis die we kwamen vieren. Voor deze zilveren rivier, Schelde genaamd, die naar de zee en andere werelden leidt, gekoppeld aan de lange hand, symbool van de respectvolle en vreugdevolle ontmoeting, deze hedendaagse Lukasa is een monument uit het genie van de kunstenaar. En we komen uit alle hoeken om onze bewondering en vreugde te uiten. Blij om tot dezelfde menselijkheid te behoren, in rijpe bloederschap. Om de volle kracht van dit vernieuwende object te verklaren, moest ik een totaal nieuwe taal gebruiken, die niet zomaar herhaalt wat al gezegd is. Ik ben Jean Di, zanger de hedendaagse Kassala, die de actualiteit bespreekt als ook de toekomst. Gezegende dichter op deze heilige plaats uitgenodigd om de inhuldiging van deze gigantische Lukasa te begeleiden. Ze noemen me Jean Qui Dit of Jean Di om mijn lange reis samen te vatten. Een lange reis die in Kamina in de Democratische Republiek Congo begonnen is. Een reis naar Rimouski-les-Saint-Laurent, een stad gelegen in het oosten van Canada, via Antwerpen in Vlaanderen, waar ik zodanig geliefd werd dat ik de kleur van mijn huid vergat. En Brussel, waar ik de inwijding in het westerse denken en het Afrikaanse denken onderging. En Gent, waar ik professor werd en waar ik me bewust werd van de kleur van mijn huid. Naar Rimouski, la ville du bonheur, waar ik bloei, waar ik mijn vleugels spreid. Eigenlijk is mijn naam Kabutang Elenjibeni, Zolo Munyeng Ampasu, Mukwandebawa Munyenvoa, Wamudi Chomba Chibongani Munya, Nyenvo wa Kabandi Banyana, Anubajunda Kibabanda Banda, Nyenvo wa Nyongolwa Midima, Wakabwedi Muntwa Chanan, Muntwa Lungeni, Kiubwela Bwela. Dat is mijn echte naam. De lange hand van Sami Baloji verheerlijkt de kunst om het woord te graveren, die het verhaal door middel van symbolen bewaart, die door de ingewijden ontcijferd wordt. De Lukasa, die aandachtige onderzoekers zoals Mary Noether Roberts en anderen fascineerde, maakt deel uit van een groot aantal sprekende objecten verspreid in Sub-Saharaans Afrika. Net als de scepters, de gebeeldhouwde panelen, de doeken en de spreekwoorden, koorden. Die kenspreuken, sterke namen, plaatsnamen, epische verhalen dragen. Diverse symbolen die directe toegang verlenen tot kennis. Als we ons herinneren dat Egypte het land van de hiërogliyf Afrikaans is, dan merken we op dat heel Afrika het continent van beeldtaal is, waar zelfs de menselijke huid een ondersteuning voor kennis is. Ekelekele, waar zijn mijn vrienden? Ekelekele, kelekelele, kelekau. Kemai, kemai, kemai we. Kemai, kemai, kemai yeee.